In deze aflevering van Hardware Info TV. Welke processor en vooral welke videokaart heb je nodig om optimaal Far Cry 5 te spelen? Welkom bij Hardware Info TV. Vorige week kwam Far Cry 5 op de markt. En als we goed tellen is het alweer de 11e game in de Far Cry reeks. Het zou zomaar eens de belangrijkste en grootste PC-game van het jaar kunnen worden. Dus voldoende reden om eens over dat spel te gaan praten en dan vooral te gaan bekijken welke processor en welke videokaart je nodig hebt om Far Cry 5 optimaal te spelen. Ja, ik zei het al, de 11e uit de serie Far Cry is wat dat betreft wel een beetje een gevestigde waarde qua PC-game. Ja, de serie bestaat al een hele tijd. En voor de Far Cry-liefhebber was het ook alweer 2 jaar wachten tot Far Cry 5 uitkwam. In 2016 kwam Far Cry Primal uit, de voorgaande game. En we zien nu ook met Far Cry 5 weer dat opnieuw dezelfde engine gebruikt wordt, de Dunia engine. Die hebben we in Far Cry Primal ook al gezien en in Far Cry 4 en Far Cry 3 en Far Cry 2 ook al. Dus die engine gaat al een hele tijd mee, maar in dit geval heeft Ubisoft hem flink opgepoetst om hem voor een 2018 titel weer geschikt te maken. Als we nog heel kort even over de game zelf praten, de meeste gamejournalisten zijn er erg enthousiast over. Onze collega's van Tweakers gaven de game zelfs een 9. Met dat cijfer zijn ze niet heel erg scheutig. Nee. Tegelijkertijd zijn er ook wel mensen, als we de reacties lezen, die zeggen het is wel weer meer van hetzelfde. Ja, bepaalde concepten uit het spel zijn hergebruikt. Het is natuurlijk nog steeds dezelfde first person shooter, dus dat concept zal met Far Cry ook niet snel veranderen. Maar heel veel mechaniek in het spel, die is hetzelfde. Animaties zijn hergebruikt met het herladen van een wapen of ergens overheen springen. Ja. Besturing ook. Dus ja, als je als Far Cry liefhebber hiermee aan de slag gaat, dan is het een feest van herkenning in dat opzicht, dat je snel aan de slag kunt. Maar ja, als je op zoek bent naar iets nieuws, dan biedt dit spel dat maar deels eigenlijk. Ja. Desalniettemin een leuke game. We zeiden het al, het is eigenlijk een bestaande engine. DirectX 11, gaan daar zo nog wat meer over hebben. Maar betekent wel dat het qua minimum systeemeisen op zich te doen is. Je hoeft geen enorme state-of-the-art PC te hebben om dit überhaupt te kunnen spelen. Nee, klopt. Die engine is dus Dunia weer opnieuw gebruikt. Die is in de loop der jaren natuurlijk wel flink uitgebouwd en gemoderniseerd. Maar we hebben het nog steeds inderdaad over DirectX 11 als API. Ja, de systeemeisen, de instap-eisen voor qua videokaart, dat valt inderdaad nog wel mee. Wat daarbij wel opvalt is dat als instap-videokaart moet er ook ondersteuning zijn voor Shader Model 5.0. Dat is vrij specifiek en die versie bestaat inmiddels ook al best wel wat jaren. Ja. Maar dat is echt een vereiste om het spel te kunnen opstarten, omdat naast de mogelijkheden die DX11 dus biedt hiervoor, ja, zijn er ook bepaalde dingen, shaders en compute-achtige mogelijkheden die gebruikt worden om bijvoorbeeld water te renderen. En daar komen we zo nog eventjes op terug. Want als we kijken naar de beeldkwaliteit, we hebben hier even snel komt Far Cry 5 in verschillende modi langs, van low, medium, high en ultra. Ja. Het ziet er toch echt gelikt uit. Je zou kunnen zeggen, het is nog steeds DirectX 11. En dat terwijl DirectX 12 toch al jaren op de markt is. Maar ze lijken wel echt alles eruit te knijpen wat mogelijk is. Ja, het is een goede evolutie van die engine geweest in de overloop der jaren. En ze weten hier heel goed gebruik te maken van de beschikbare rekenkracht die er is. Ja. En we zagen het net ook al op low instellingen. Is het spel niet echt mooi, is het vrij kartelig, heel veel hoekjes. Ja. Maar vanaf medium en hoger, het ziet er al best goed uit. En de schaduwen worden bijvoorbeeld vanaf medium naar high, naar ultra, worden steeds beter. Die schaduwen worden steeds meer in de verte getoond. De draw distance is ook steeds hoger. Maar in het algemeen maakt het spel best goed gebruik van tot hoever je kunt kijken. Wat in de spelwereld direct in jouw omgeving is, dat wordt goed weergegeven. En met die instellingen bouw je eigenlijk gewoon steeds meer uit hoeveel meer in de verte dingen scherp zijn. Dus schaduwen, textures. Dus ja, het is heel slim opgebouwd. Je kunt het veel zwaarder maken, maar je hebt op zich niet een hele snelle hardware nodig. Een van de dingen die echt specifiek nu met Far Cry 5 toch wel echt is verbeterd, is hoe water eruit ziet. Er is sowieso genoeg water in Far Cry 5, laat dat ook gezegd zijn. Maar we hebben hier even screenshots van de verschillende Far Cry's van de afgelopen jaren. En dan zien we toch echt wel een duidelijke evolutie. Ja, dan zien we hier linksboven dus Far Cry 3, rechtsboven Far Cry 4. Linksonder is het Far Cry Primal, die dus 2 jaar geleden uitkwam. En rechtsonder is het Far Cry 5. Het is dus nogmaals telkens dezelfde engine die hier gebruikt wordt. Alleen de water engine eigenlijk voor het spel voor Far Cry 5, die is compleet opnieuw ontworpen. En ten opzichte van Far Cry Primal hier zien we rechtsonder op het screenshot niet zo heel veel verschil. Maar als je in het spel zelf gaat bewegen in het water, dan zie je wel echt dat er heel veel veranderd is. En dat dus
En dan komen we even terug op die Shader Model 5. Dan zie je dus dat ja, die compute-mogelijkheden binnen de API... dat heel goed gebruikt worden om dat water te renderen. Als je met een wapen of iets anders in het water schiet... dan zie je de bewegingen veel realistischer meebewegen. En ook als je in het water zwemt bijvoorbeeld. Je ziet ja, die vloeistof zeg maar, veel beter reageren op je bewegingen. Goed, en niet alleen het water is beter geworden... ook gewoon überhaupt de kwaliteit van textures. We hebben nog eens een keer die vier versies van Far Cry hier bij elkaar gezet... waarbij we even naar de grond kijken... Nou, zeker in vergelijking met Far Cry 3 en 4 is dat een mega verschil. Ja, die texture quality is veel groter geworden. Veel hoger is die. En dat is echt een grote sprong voorwaarts. Waar we net met het water zagen dat het meer evolutie was... is het nu echt een sprong dat er echt ja, hele hoge kwaliteit textures gebruikt worden. En daar hoef je niet per se al de allerhoogste instellingen... allerhoogste preset voor te pakken om daar al gebruik van te maken. En dat maakt de hele spelwereld realistischer. En het grappige is dat als we naar de volgende slide gaan, dan zien we dus... linksboven is hier een screenshot gemaakt van het einde van de benchmark. En die screenshot is gemaakt van de maximale resolutie waar wij op getest hebben. 4K met de Ultra Preset. Ja, dus eigenlijk het allerbeste Het allerbeste wat er denkbaar is voor dat spel waar wij mee getest hebben. We zagen net die screenshot van die maximale texture quality. En dat, ja, die textures is vaak iets wat in het VRAM van een videokaart heel veel ruimte in beslag neemt. Ja. Maar bij Far Cry 5 hebben ze dat toch heel goed weten te optimaliseren. Want op deze instellingen zien we dus dat er maximaal 4 gigabyte videogeheugen gebruikt wordt. En dat is best knap voor welke kwaliteit er wordt gegeven. Dus dat betekent dus ook als je nog een relatief snelle videokaart hebt met wel slechts 4 gigabyte geheugen, geen probleem. Nee. Even terug nog naar die engine, DirectX 11. Een van de nadelen van DirectX 11 is dat het niet heel erg goed multithreaded is. Dus het kan slechts beperkt gebruik maken van meerdere processorthreads. Of om het eigenlijk helemaal goed te zeggen, er is altijd een bottleneck bij één core. Ja. En dat zien we ook hier rechtsonder, want hier hebben we het processorgebruik tijdens zo'n test met in ultra en de hoogste resolutie gedaan. En je ziet dat eigenlijk één core van onze 20-core processor volledig belast wordt en de rest kabbelt er een beetje bij. Ja, het is niet dat die extra cores niet nodig zijn, want we zien wel dat die daadwerkelijk gebruikt worden. Maar het is inderdaad één core, dat heeft dan inderdaad met die DX11 API te maken, ook wel met de engine. Wat dan wel weer opvalt is dat dit spel is ook voor de consoles uitgekomen en die hebben als CPU een veel minder snel exemplaar erin. Daar moet het wel geschaald worden over meerdere cores. En in het geval van de Xbox One X zien we dat die daadwerkelijk volledige 4K output geeft op die console. Dus dat betekent dat, weliswaar op 30 fps, maar dat betekent dus dat daar iets gebeurt qua schaling op de CPU wat op de PC niet gebeurt. Ja, dat hadden we graag wel gezien. En dan laatste ding over de engine. Far Cry 5 is een AMD game in de zin van AMD lijkt er wat sponsoring aan te hebben gedaan. Het spel wordt ook gebundeld hier en daar met AMD videokaarten. Ja. Desalniettemin kun je niet zeggen dat het spel voor AMD beter is geoptimaliseerd dan voor Nvidia, want we hebben hier in de grafiek links onderin de frame times, dus zeg maar hoe lang duurt het om ieder individueel frame te renderen voor zowel een GTX 1080 als een RX Vega 64. En bij beide merken zien we daar geen hele gekke spikes of andere gekke dingen in. Nee, het is dus inderdaad goed geoptimaliseerd in de zin dat de frametimes consistent zijn. Dat er inderdaad geen spikes in zitten. Wel zien we, dat zien we rechtsboven in de percentielgrafiek ook, dat AMD doet het iets beter. Dat is natuurlijk niet verrassend voor een AMD gesponsorde titel. Ja. Maar beide kanten doen het gewoon prima. Ja. Nou, dan gaan we kijken naar wat we nu echt daadwerkelijk nodig hebben. We beginnen even bij Full HD, want er zijn natuurlijk nog veel mensen die een Full HD scherm hebben. We hebben heel wat tientallen videokaarten getest. Links medium settings, rechts ultra settings. Ja, en inderdaad de medium settings, dat is nog even goed om in het achterhoofd te houden. Waar we het net over hadden, over die vergelijkingen van de kwaliteit. Als je het spel op low speelt, dan ziet het er niet zo goed uit. Maar het minimale wat wij testen is dus medium. En dan ziet het spel er al best wel aardig uit. Ja. En dan kun je al best wel makkelijk uit de voeten met... Nou ja, heb je nog een GTX 780 Ti liggen... wat destijds best een stevige videokaart was, dan draait het prima. Maar ook de R9 280X, dat is eigenlijk een refresh van de HD 7970, is gewoon al genoeg om het op medium op ruim 60 fps te spelen. Een GTX 970 is snel genoeg, dat zit allemaal een beetje. Een GTX 1060 is ruim snel genoeg, dat zit allemaal een beetje rond die 60 fps. Ja. Ik bedoel, als je 30 fps, als je een console ervaring wil, dan kun je met veel minder nog van doen. Maar dat willen we op de PC natuurlijk niet. Nee. Om ultra settings, het verschil valt me eigenlijk mee. Als je bijvoorbeeld kijkt naar zo'n GTX 970, doet 73 frames per seconde in medium.
en 59 in Ultra, geen enorm verschil. Nee, dat valt ook wel op dat als je in het spel in de options gaat kijken naar de grafische instellingen, dat je tessellation en shadow quality, dat soort dingen. Dus best leuk, ze hebben daarin direct voorbeelden gegeven van hoe dat visueel verandert. Met een korte beschrijving van waar dat impact op heeft. Ja. Maar per instelling hebben we ook gekeken dat elke instelling, als je hem van medium naar high of van high naar ultra zet, het maakt qua FPS niet zo heel veel uit. En dat zien we hier in het totaalplaatje van een preset ook. Van medium naar ultra. Dus dat je met ruwweg dezelfde kaarten misschien ietsje meer dat je nodig hebt ook ultra kunt spelen. Precies. Dan WQHD. Aardig wat meer pixels. Om daar 60 FPS te halen heb je toch echt nog wel iets krachtigers nodig. Ja, precies. Dan als we de resolutie opschalen zien we ineens wel een groot verschil. En dan heb je voor toch die 60 FPS heb je toch eigenlijk wel een RX 580 nodig. Een GTX 89 die komt dan ook nog in de buurt van die 60 fps. Met een GTX 1070 bijvoorbeeld zit je op medium zit je ruim op de 60 fps. Ja, en op ultra ook. En op ultra zijn er gelukkig nog genoeg kaarten. Maar dan zien we toch ook wel weer dat het zwaarder wordt. Maar opnieuw zien we ook wel dat het verschil tussen medium en ultra ook op deze resolutie niet heel hoog is. Ja, maar desalniettemin, als je ultra boven de 60 fps gemiddeld wil spelen, zit je echt in het territorium van GTX 1070, 1070 Ti, 1080 of bij AMD een Vega kaart. Dan zijn de 480's en de 580's halen het gewoon net niet meer. Ja. En dan 4K, want we zijn natuurlijk verwend op de PC. We willen het liefst 4K, het liefst ultra en alles erop en eraan. Maar dan moet je toch echt wel flink wat power in huis hebben. Precies, op deze resolutie wordt de hardware eigenlijk het zwaarste gestraft. En vooral de videokaart, daar hangt het echt op. De grafische rekenkracht die je hebt, de rol van de processor wordt in verhouding steeds minder belangrijk. Op voorgaande resoluties net ook hebben we ook Crossfire en SLI getest. Far Cry 5 ondersteunt dat. Dat zien we lang niet bij elke game tegenwoordig nog. Vermoedelijk ook omdat het nog DirectX 11 is, waar dat in ieder geval wat makkelijker was. Ja, maar gelukkig heeft Ubisoft dat goed geïmplementeerd. Maar Crossfire en SLI begint een hele belangrijke rol te spelen als je op 4K, zeker op 4K Ultra, het spel goed wil spelen. En wat we dan zien, is ten opzichte van Full HD en ook wel WQHD, is dat de meerwaarde van Crossfire en SLI daar niet zo groot is. Maar hoe zwaarder die grafische vereiste rekenkracht wordt, hoe groter de meerwaarde daarvan is. En vooral op 4K Ultra zien we dan dat een RX 580 in Crossfire, die doet het, de meerwaarde is 92%. Dus hij doet het bijna lineaire schaling. Precies. En sterker nog, er is geen enkele losse videokaart die in 4K Ultra de 60 fps haalt. Ja. Daar heb je dus per definitie een Crossfire of SLI opstelling voor nodig. En als we dan bovenin de grafiek kijken, zowel RX Vega 64 in Crossfire als GTX 1080 Ti en SLI. Ik wil tegenwoordig niet eens meer weten wat dat zou kosten als je het zou kopen. Maar goed, het kan. Dan zit je dus ineens boven de 80 en dan kun je dus wel op zo'n snelheid spelen. Ja, precies. En dan zien we ook hier weer dat dus die twee kaarten die in 4K, of die de duo kaarten wat hier bovenaan staat, de 1080 Ti en de Vega 64 Crossfire, dat die twee setjes, dat die een losse kaart, een losse Vega 64 is een veel kleinere chip dan een 1080 Ti. En dan zien we hier opnieuw weer dat het wel een AMD gesponsorde titel is. Dat die Vega 64 in Crossfire toch wel erg dichtbij die 1080 Ti in SLI komt. Wij gaan afronden en dan is gewoon de vraag, wat heb je nou gewoon eigenlijk nodig als je in de verschillende resoluties en de verschillende settings wil spelen? We hebben het hier in een mooi overzichtje bij elkaar gezet. Nou, we hebben het eigenlijk al besproken, ultra, alles erom en aan. Dan heb je echt twee videokaarten nodig. Maar eigenlijk als je gewoon Full HD of WQHD en medium settings, wat er ook gewoon prima uitziet, dan is het niet extreem wat je nodig hebt. Nee, dat valt nog best wel mee. Het zijn de high-end kaarten van één of twee generaties terug. Of wat nu mainstream is, wat genoeg is om het spel goed te spelen. Wat veel mensen die dit spel spelen waarschijnlijk ook nog wel zullen doen, is niet per se voor ultra kiezen. De meerwaarde visueel van ultra bovenop high is niet heel groot. En je wint er nog net wel wat FPS mee. Maar zoals we net al gezien hebben, als je door die grafische presets heen gaat, je wint ook niet of verliest ook niet heel veel FPS ermee. Duidelijk. Goed. Uitgebreide review met alle testresultaten staat inmiddels op de site. Dus als je nog eens rustig wilt teruglezen, de link zetten we bij de beschrijving van deze video. En je hebt het misschien al gezien, we hebben aardig wat Far Cry 5 goodies hier op de tafel liggen. En we hebben nog veel meer. We hebben ook nog een t-shirt en een Far Cry 5 lach. Wil je die winnen? We gaan het binnenkort verloten onder de abonnees van Hardinfo Magazine. Hou daarvoor komende week de website in de gaten. Dit was Hardinfo TV voor vandaag. Wij zijn er op iedere maandag, woensdag en vrijdag. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.